Ik heb vandaag mijn morning routine voor jullie, dus een soort get ready with me. Ik had wel vakantie, maar ik heb toch even mijn wekker gezet op 11:30, omdat ik anders echt niet wakker zou worden. En ja, dan check ik als eerst eventjes mijn mobiel, Timehop en Twitter en zo. En dan ga ik mijn bed uit. Dan doe ik de gordijnen open en kijk even wat voor weer het is. Nou ja, het is nu echt prut weer. Dan trek ik even wat anders aan en dan borstel ik mijn haar. Dan maak ik het ook meteen even vast, zodat ik het niet de hele tijd in de weg hangt en zo. En dan doe ik mijn bril op, zodat ik weer iets zie, want dat is op zich wel fijn. En ja, wauw. Dan maak ik ontbijt en dat is meestal cornflakes met van die stukjes chocolade erin van de Albert Heijn. Met melk erbij. En ik begin ook altijd mijn dag met thee, want ik kan gewoon niet mijn dag beginnen zonder thee. En dat doe ik dan gewoon met de koeker, dat is een kraan waar heet water uit komt. Dat is heel erg handig trouwens. En ik weet niet, het is een soort traditie om mijn ochtend gewoon altijd te beginnen met citroenthee. Ik begin nooit mijn ochtend met andere thee, het is heel raar. Maar goed. En ja, dit is dan mijn ontbijt. En dan ga ik op de bank zitten en dan ga ik dat even opeten. Dan geef ik de ratjes even wat te eten, want die hadden honger. En dan ga ik uitkiezen wat ik die dag aan wil. En dat is altijd best wel lastig, want ja, ik weet niet. Ik sta altijd echt heel lang voor de kast te kijken wat ik aan wil. En als ik dan iets gevonden heb wat me dan uiteindelijk wel is gelukt, dan stap ik onder de douche. En ik was mijn haar nu ongeveer 2 keer per week. Dit zijn de producten die ik dan gebruik. Dit is een face wash van Nivea. Dit zijn gewoon mijn tandenborstel en mijn tandpasta, want ik poets mijn tanden altijd onder de douche. Dan gebruik ik op dit moment de Dove Split & Rescue shampoo en conditioner, omdat ik best wel veel gespleten haarpunten heb en ik ben een beetje aan het testen of dit werkt. En als laatste gebruik ik deze douchegel. Dit is van Greenland en het is de Grapefruit Ginger en hij ruikt echt super lekker. Als ik onder de douche vandaan kom, borstel ik als eerst mijn haar en dat is altijd best wel een werk omdat ik heel veel lang en dik haar heb, dus er zitten altijd heel veel klitten in. En ik laat het ook altijd gewoon aan de lucht zeg maar drogen. En dan maak ik voor nu even snel een vlecht. Die haal ik wel straks er weer uit, maar dat is even zodat mijn haar niet in de weg hangt bij het opmaken. Ik begin als eerst met een toner van Lush. Dit is de Tea Tree Water. Dan doe ik een body splash van Blond Amsterdam op. En dit is Relaxing Fig en Heavenly Honey. Dan neem ik mijn Catrice Camouflage Cream in de kleur 010 Ivory. En zoals je kan zien gebruik ik die met heel veel liefde. En die breng ik aan op wat rode plekjes waar het nodig is, zeg maar. Dan neem ik mijn Mineral Compact Powder van de HEMA in nummer 01, dus de lichtste kleur. En ook hier heb ik pen geraakt. Die breng ik aan met een poederkwast van Essence, gewoon over mijn hele gezicht. En dit is echt een hele fijne poeder. Dan neem ik mijn Essence All About Matte Fixing Powder. En het is een losse poeder, die breng ik aan met deze grote poederkwast van de HEMA. Ook gewoon over mijn hele gezicht om alles te fixeren. Dan neem ik de welbekende Rose Gold van Stiek en die is al een paar keer stuk gevallen en heb ik hem weer opnieuw gemaakt, zeg maar. Hij heeft een hele mooie gouden shimmer en die breng ik aan op de appeltjes van mijn wangen. Dan heb ik deze oogschaduw van de HEMA in nummer 02 White en deze heeft een hele mooie ja, zilverachtige shimmer. En ik gebruik deze heel graag als highlighter en die breng ik aan met een hele fluffy blending brush van de HEMA. En deze breng ik aan in mijn ooghoeken en onder mijn wenkbrauwen, dus op mijn wenkbrauwbot. Dan neem ik de Rocket Volume Express Waterproof Mascara van Maybelline. En ik vind dit zelf een hele fijne mascara voor mijn wimpers. En dit kwastje is heel erg ja, dik en rond en dat brengt heel fijn aan. Hij is echt waterproof, heb ik gemerkt bij de Fault in Our Stars, gelukkig. En ja, dat doe ik gewoon op mijn wimpers. En dit is de uiteindelijke look geworden. Dan zet ik een muziekje op. Dit is Ed Sheeran Multiply. Dat is op dit moment echt mijn favoriete album. En ja, dat ga ik dan gewoon even luisteren. Dan ga ik op mijn bed zitten met mijn laptop. En dan ga ik editen of series kijken of zo. Dat is niet zo'n heel interessante dag. En ja, dit was mijn morning routine. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En voor het kijken. Doeg!